We hebben een aangename zomerdag achter de rug. Op veel plaatsen mooi weer om bijvoorbeeld even het water op te gaan, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Maar in de loop van de dag werd het wel oppassen voor een paar lokale regen- en onweersbuien. Dag dames en heren. En die buien ontstonden in de loop van de dag naarmate het warmer werd. En dat leverde een paar mooie plaatjes op. Buienwolken, vooral in het binnenland, lokaal ook met onweer. En er is her en der zelfs wateroverlast gemeld. Dat zullen we de komende dagen lokaal nog wel vaker gaan zien. Op de radar zien we ook de buitjes ontstaan in de loop van de middag. Met name hier rondom de Veluwe en ook in Flevoland en in het noordwesten van het land verspreid een paar buien. In de loop van de middag en avond zullen er op meer plaatsen nog wel een paar losse buien ontstaan. Maar regionaal blijft het toch ook wel aangenaam zomerweer en overwegend droog. Dat geldt ook voor vanavond. Dan passeert een gebied met opklaringen. Maar daarachter zit een zone met buien. Dat passeert morgenochtend vroeg ons land. En daaruit kan lokaal best veel neerslag vallen. De dagen daarna blijft het ook wisselvallig. En we hebben te maken met een strakke zuidwestelijke stroming. En dat betekent dat er ook van tijd tot tijd nog eens veel wind komt te staan. En dat zal met name in de kustregio's het geval zijn. Vanavond en vannacht merken we van die wind nog niet zo heel veel. Zeker in het binnenland is het rustig met windkracht 1 tot 3. Daar komen ook opklaringen voor. Het is overwegend droog en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Later in de nacht zien we vanuit het zuidwesten de bewolking toenemen. En dan volgen daar ook de eerste buien. Aan de kust mogelijk al met onweer. En die buien breiden zich morgen overdag noordoostwaarts over het land uit. Dan neemt vooral in de noordoostelijke helft de kans op onweer geleidelijk toe. En de middagtemperatuur komt duidelijk lager uit dan vandaag met zo'n 20 graden. Bovendien neemt de zuidwesten winterkracht toe, meest matig bovenland en soms vrij krachtig tot krachtig in de kustgebieden. Windkracht 5 tot 6. Ook het weekend verloopt wisselvallig met de nodige buien. Met name op zondag staat er ook nog eens veel wind. Mogelijk opnieuw een windkracht 6 in de kustgebieden. En ook begin volgende week blijven de temperaturen gematigd met hooguit een graad of 20 en geregeld buien. Echt zomerweer is voorlopig nog niet in zicht. Ik wens u nog een mooie avond.